Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is het zover. Ik ga de 10.000 calorie challenge doen. En hoe gaan we daarmee beginnen? In een week. Ja, nee, in een dag. In een dag, oké. Jij hebt geen 10.000 in een week, jij. En het is op dit moment 1:15 s'nachts. Dus ik doe van 1:00 s'nachts tot 1:00 s'nachts. Dan gaan we kijken of het gaat lukken. We beginnen dus bij de Mac, want ik heb gehoord dat er zitten fucking calorieën in. Ik ga morgenochtend allemaal dingen kopen in de supermarkt. Maar dan heb ik tot 1:00 s'nachts morgen. Dat is best handig, toch? Dat is wel handig, ja. Doe zeker een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En let's go! Oh, laat even achter in de comments of in het polletje hier. Andere kant. Gaat het me lukken? Wat denk jij? Nee. Ja, graag. Eén dubbel Big Tasty met bacon. Eén McFlurry M&M. Nog maar één. Twee daarvan graag. Een normale hamburger. En 9 pittige kipnuggets. Oké, dus 3-1. Ja, 1-3, ja. Nee, 3-1. Ik heb hier een normale hamburger. 252 calorieën. Ik heb hier een Big Tasty Double met bacon. Dit ding is echt tantengroot. Nee, dat ga je niet opkrijgen. Waarom niet? Oké, die ga je wel opkrijgen. En een lekkere McFlurry M&M. Dat is 357. Deze is trouwens 965 gram. Bij elkaar? 1500. Dan moet ik morgen, als ik wakker word, nog 8500. Even een kleine side note. Drinken telt niet mee. Ik denk dat water, maar ijs telt wel mee. Oh. Nee. Top. Deze glijdt er wel in. Oh, dat krijgt ook op, hè? Kijk, deze, burger Uno. We zitten op de 1000. Die burger. Jawel, dit moet echt kaasje zijn. Dit is zo niet lekker. Dit is lekker? Nee, maar het is maar 1 euro. Maar het is wel toch uitgekomen, tweede vol. Jij wist al dat het kwam. Zo, dit was even goed zijn. Mensen, hij is op. Doe dit ijsje. Nou, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Wil je nog een extra 50 saus? Nee, hoef ik niet. Ik heb er nu 1200 calorieën erin zitten. Doe dit ijsje. Ik zie u zo als hij op. Het moet wel snel zijn, want als je hem nu laat smelten en dan opdrinkt, dan telt het niet meer. Je bent helemaal gelijk, jongen. Godverdamme. A few moments later. Ook het ijsje is op. Mensen, 1500 calorieën. Achter de kiesjes, ik ga lekker slapen. Morgenochtend zie ik jullie. En dan gaan we weer door. Ik zit helemaal vol. Volgebeukt om 1 uur met een Big Tasty. Dat is niet slim. Ik zie jullie morgenochtend. De groeten. Goedemorgen, zonneschijntjes. Vandaag zijn we wakker geworden. Gelukkig. Het is dus met 10 uur. En je zou denken, Koen, heb je al honger? Nee, ik heb een brok van Mac in mijn maag. Het is niet normaal, maar ik moet wat eten. Nee, maar ik ga even ontbijten. Even iets met calorieën. Ik heb natuurlijk al 1500 erop zitten. Ik hoef nog maar 8500. Hoe ik maar zeg. En een kapsalon is 1800. Dus ik moet kapsalons chappen. Minimaal 2. Dan heb ik 3600. En dan moet ik nog 5900. Jezus. En Ben & Jerry zit ook veel in. Dat is ijs. Dat mag ook. Dat ga ik ook halen. Dus ja, en dan komen we er wel. Mensen, dit komt helemaal goed. Dit komt helemaal goed, maar eerst even opstaan. Mensen, niks is lekkerder dan wakker worden en kijken wat dan voor je klaar ligt. Dankjewel, vriendin van Roel. Godsam, wat lekker. Wat ongelooflijk lekker. Ik ga straks even opzoeken hoeveel calorieën erin zitten. Wat ik wel heb gevonden, zijn een paar dingen die ik ga kopen. M&M's, die gele, zitten tant hoeveel calorieën in. Een kilo M&M's is 5500 calorieën, 5600 calorieën. Dus ik ga een kilo M&M's kopen. Die ga ik gewoon door de dag heen, ga ik die opeten. En waar ook veel calorieën in zitten is kroephoek. Kroephoek 100 gram zit er ook iets van 500 in of zo. 100 gram kroephoek is wel meer dan één zak. Want één zak is voor mij 75 gram. Maar dat is, ik denk als ik dus kroephoek eet de hele dag door, M&M's de hele dag door, nu bananenpannenkoekjes, dan nog een kapsalon en dan pizza, dan zijn we er. Jullie hebben er vertrouwen in, voel het, jongen. Ik ga bijna op mijn nek, jongen, nog van die Big Tasty vergissen. Jezus Christus. Mensen, ik heb zojuist opgezocht. 4 kleine bananenpannenkoekjes bevatten al snel 479 kilocalorieën. Oh, het zijn zelfs 10! 479 delen door 4 keer 10. Ik kreeg een aanzet daarbij, dat zijn er 4 en dan die 3 is 7. 1200 calorieën als ontbijt. Let's do this. A few moments later. En de laatste dan. En laatst met name, jij hebt naam gezeten, ik heb ze allemaal gegeten. Je hebt ze allemaal gegeten. Ik moet zeggen, Dave, gleed echt wel lekker in, hoor. Hier zit ook voor de rest volgens mij een banaan en een eitje. Wat is het? Gezond, hè? Heel gezond. Gezond. Ik ga nu naar de supermarkt en M&M's halen en koepoek. Let's go. Mensen, ik heb fantastisch nieuws. Ik heb nog geen boodschap gedaan, het is inmiddels, even kijken, 12:30 en ik moet poepen. Yes! Woo! Lekker kakken. En dan daarna ga ik boodschappen doen. En dan vreet ik zo een kilo M&M's naar binnen. Hartstikke. Oh, ik zag lekker koekjes staan. Maar ik ga het niet doen. Dat is niet goed voor mijn calorieën. Ik moet nu naar de supermarkt. M&M's. En dan de hele dag M&M's vreten. Een kilo M&M's. Ik heb puisten morgen. Dat is niet normaal. Mensen, de boodschappen zitten erop. Dit heb ik gekocht. Ten eerste.
1 kilo pak party M&M's. Moet je kijken. Dit is een party kilogram. Er zitten 40 zakjes in. Oh nee, zakjes van 40 gram, sorry. Dat zijn 25 zakjes. Daar zie je het. 100 gram, 516 kilocalorieën. En dit is 1 kilo. Dat is dus 5160. Holy shit. Eén zo'n unit. Dus hebben 2 van deze units. Dan heb je gewoon al 10.000 calorieën. Dus ben je nou heel dik en eet je elke dag zo'n pak, dan denk ik dat ik weet waar het aan ligt. Daarnaast hebben we een pak Ben & Jerry's, meer dan 1000 kilocalorieën. Dan heb ik nog een banaan om anaal in te om op te eten, als gewoon even lekker tussendoortje. Die hele kilo ga je eten. Ik denk rond de 600% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid suiker. Zo krijg ik suiker zie ik hierdoor. Dat krijg je niet van suiker. Niet? Nee. Dus niet eens heel veel suiker. Nee, dan. Zo werkt het niet. Mooi, dan kunnen we gewoon chappen. Hartstikke idee, ik was even bang, misschien word ik ziek. Bro, dit zijn zoveel M&M's. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik er één? Ja, eentje. Mensen, ik zit hier nu M&M's te vreten. Ik heb nog dit. Het is echt tant hoeveel. Het ding is ook, ik vind M&M's normaal echt lekker. Ik denk dat iedereen, of bijna iedereen van jullie vindt M&M's wel lekker. Maar het probleem is dat op het moment dat je er al een paar hebt en je weet van ik moet er nog zoveel, dan is het gewoon gelijk niet lekker meer. Dus het is nu al niet lekker meer. Ik denk dat ik nu misschien ben op een kwart. Misschien net aan. Ik denk het niet. Maar ik denk niet dat ik het opkrijg. Hoop ik de helft opkrijg. Dan is het 2500. En dan moet ik echt nog tant hoeveel. Nou, we gaan maar even kijken. Maar dit is, dit is geen goed teken. Oh, what the fuck? Wat hij ook doet. Je laat hem daar vallen, hij staat het echt 8 keer over de kop en dan precies daar blijft hij overal. Wat heb je laten vallen? Ja, glas. What the fuck? Mensen, wat ik nu heb gedaan, ik heb even de M&M's die ik nog over heb in deze bak gedaan. Deze bak erop gezet, toen op 0 gezet. En dus dit erin, dat is hoeveel ik nog over heb. Kan je even filmen? Dan ga ik er even in hier. Dan kan ik even filmen. Oh. 200 gram op, ik moet nog 800 gram. Ja, ik dacht dat ik wel 400 gram op had. Maar je hebt wel al 1000 calorieën aan die shit op, hè? Ja. Mensen, ik ga dus nu even video opnemen. Het liep even uit. Ik heb nog M&M's. Die M&M-tactiek gaat niet werken. Dat gaat niet worden. Ik dacht dat is een goede tactiek. Dat is het niet. dus ik ga nu even opnemen. Dan even dingen zoeken die ik kan eten. Koepoek ga ik halen, want daar zitten veel calorieën in. En dan gaan we wat andere dingen kijken waar veel calorieën in zitten. En dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Ja, ik ga gewoon die 10.000 ga ik zeker halen. De vraag is alleen hoe. In ieder geval niet met al deze M&M's. Oh mijn god. Holy shit. Het is inmiddels 6:30. Het is eigenlijk al tijd voorbij. Ik heb nog dit aan M&M's. Ik denk dat ik over de helft ben, maar ik mag geen fout doen. Als ik kijk naar die M&M's, ik ga bijna op mijn nek. Ik ga even proberen een banaan te eten. Een grote banaan bevat 152 kilocalorieën. Oh, dat is best veel. Noemen we dit een grote banaan? Ja, dit noem ik absoluut een grote banaan. Ik denk dat ik misschien wel bijna de 6K aan tik. Ik heb nog wel de hele avond, hè. Banaan is op. Hartstikke leuk. Het is dit moment 7:30. Ik ga nu een kapsalon bestellen. Hoeveel zit je eigenlijk? Even voor mijn idee. Ik moet dit nog gaan meten. Moet je kijken. Zullen we even gaan kijken hoeveel ik zit? Ja. Dit is wat er nog over is. Nog 440 gram over. Ik denk dat 560 weg is, hè? Hier zit een halve kilo M&M. 3160 was een kilo. Dat deed je door 1000. En ik heb 660 gram gegeten. 3405. Calorieën aan M&M's. Aan M&M's. Jouw nanny barkie. Zal ik even bij elkaar optellen? Nee, donderdag, heb je dat al op? 6390 calorieën. Een kapsalon is 1800. Dan zit ik op 8100. Nou, die krijg je toch niet op? Want? Ik ga mijn kapsalon dik, dun en groot. Want dat is 1800 calorieën. Ik zie ook de XL staan, maar die krijg ik nooit op nu. Met knoflooksaus. Dat is ook een calorieën, hè? Ja. Wat wil jij? Een kleintje, hoor. Maar dat kan niet, want dan moet je meer dan 50 euro bestellen. Ja, dan zou je maar wat lekker, gewoon lekker voor jezelf, een toetje of zo. Frikandel? Frikandelletje, ja, dat is wel lekker. Frikandelletje los. Je hebt nu pas 21 euro, dat moet dus nog 7,25 bij. Ja. Twee kapsalons dan maar doen? Dan ben ik er bijna, hè? Je gaat niet twee kapsalons eten, gek. Misschien wel. Jij bent één niet goed. Ik neem nog een kapsalon. Jij hebt nog 5 cent nodig. Die burger los. Je had dan wel een burger. Dat is een kleine cheat. Dat is waarschijnlijk alleen maar die kipburger, hè? Alleen maar die kipplak. Nee, niet, maar dat is geen burger. Toch? Jawel, dat is een hamburger, kan toch ook los zijn? Oké, ik wil weten wat het is. Dat is sowieso een losse kipsit dingetje gewoon. Oké, dat is een kleine cheat, dat is goed. Dit kan niet veel zijn. Want? Nou ja, ik heb een klein zakje. En die frikandel los dan? Zit die er los in? Zit er los in. Oké. Dit is kapsalon 1. Een klein, die is voor jou. Oh, had ik een kleine. Je hebt twee grote. Je hebt twee grote kapsalon besteld. Anders kwam ik niet op die 25 euro. Dat is een frikandel los. Laat even die losse frikandel zien. Ik ben benieuwd. Wat is zo bijzonder aan een losse frikandel? Ja, er stond erop, losse frikandel. Dus zij. Is die los? Is die los? Nee, ja. Eet die eerst op, dat is alweer calorietjes. 1 frikandel, 85 gram, dat was het zeker. Ja, dat was zeker. Dus ik deed nog meer. 200 kilocalorieën. Hallo, hou op. Ja.
Koen, er zit echt geen tempo in. Dit is even duidelijk, dit is de eerste kapsel, ik ben een uur verder. Ja, maar bro, ik weet je, de kringjoy in mijn maag is gewoon één grote boor. Ik ga deze ook nooit optuigen. Ga jij niet op hem? Wil jij? Ja, ik ben toch dik. Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk wel een challenge voor mij, moet ik zeggen. Ik ben nu helemaal op, ik heb nog een paar frietjes hier. Heb jij hem al op? Ja, hoor. We staan net op 6329.1. Hoezo punt 1? Hoe kun je nou komma 1? Wat is dit nou voor iets? Hoe kom je aan komma 1? Ja, ik heb de M&M's uitgerekend. Plus 1749. Oh. Hou op, man. Ja, je kan het gewoon halen. Ik ga even laten zakken. Dan neem ik straks die Ben & Jerry's die ik nog in de koelkast heb liggen. Ik hoop dat je hem in de vriezer hebt, anders heb ik... Ik heb een groot probleem. Jawel, je mag hem drinken, maar tel er niet mee. Ja. Ik heb weer verschrikkelijk goed nieuws. We moeten weer poepen! Oké, het is op dit moment 10:10. Ik heb weer trek. We gaan even naar de Mac. En ik ga 2 dubbel Big T's halen. Dan haal ik het volgens mij net niet. Dus ik haal ook een ijsje. Nou, daar zijn we weer. In ieder geval, ik ga 2 dubbel Big... Hoe heet het? 2 dubbel Big T's. Tasty Big Double. Tasty Double Big. Nou, aangezien jij betaalt, doe mij maar 10 Big Macs. Ja, graag 10 Big Macs. 2 double Big T's. 2. Ja? Wat wil jij? 1 munthee? Munthee? Ja? Munthee hebben we helaas niet. Oh, geen. Besef, het is 12:30 s'avonds of zo, het is 11:45. Die man die zegt ook: oh, heel de keuken is aan het stressen. Ja. Hoe gaan jullie ooit een Big Mac? Een meisje van 16 staat die dingen daar te flippen, jongen. Echt triest. Het is ook helemaal niet leuk, want we gaan nu gewoon 1/2 uur moeten wachten. Ja, en. Yes, dankjewel. Dankjewel. Oh, jezus, wat een bom. Lekker zeg. Echt zin in mijn Big Mac. Ik heb nog 1/2 uur. Als ik 1 van deze, 1 Big Mac en mijn ijsje, dan moet ik nog 200 calorieën. Dan kunnen we wat M&M's. Mensen, deze man is zo'n voedselverspiller. Bestel je 10 Big Macs, gaat hij ze zak allemaal weggooien. Wacht even, wie heeft ze besteld? Ik denk niet dat hij ze weg gaat gooien, hoor. Dan gaan we. Oh, lekker. Ik heb nog 10 minuten. Hey, door. Gaat even jullie dat challenge ook doen? Ja, ik zat net te denken, want ik durf jou wel uit te dagen. Ja? Mag ik jou uitdagen? Natuurlijk. Hier live op beeld. Maar wat als hij het haalt? Ja. Barkie? Ja, een barkie. Oké, 100 euro. Maar, dan mag je niet met mij mee naar de Mac, want dan wil ik 100 euro krijgen. We willen graag 20 euro. Ja, ik wil wel met je mee naar de Mac. Oké. Okay. Yes. Wat jij niet dan? Ik kan het wel, hè. Je hebt al zoveel geld. Maar niet uit. Ik bestel gewoon 20 euro. Zo lijkt het echt alsof er onder naakt zit. Als je hem zo afjoopt. Dames en heren, jongens en meisjes. Vond je het geluid deze video nou slecht? Dan kom ik geen microfoon, hè. Want ik heb geen geld. Kan ik hem ook blij maken met een... je kan me af. Rob, eet hem even op. Gaan we echt nog opeten? Ja. Zo, was het lekker? Oh. Ja, genoten. Goed. Ja. Nou, in ieder geval, is het de helft op? Nee, maar voor onweer gegund hier. Maar je had hem ook gewoon door de helft kunnen choppen en dat kunnen eten in plaats van alles af hebben gekomen. Ja, maar dat ding diefstraalt toch aan alle kanten uit. Kijk maar, wie eet zo zijn burger? Die, ja, die bar, jongen. Hou ik bij. En ik had zeker 2 hapjes van mijn ijsje. Kom, waarom moet je elke calorie erbij? Je hebt ook nog 2 keer happen lucht genomen net. Tel die er ook maar bij. Er zit geen calorie in lucht. Koude sukkel. Ben je dom of zo? Je hebt toch chemische kutsen hier? Ijsje, nou, zeker 10 calorieën. Oké, okay, ik heb dus 490 bij mijn rekenmachine. Vraag is, heb ik het gehaald? 490. Is een grand totaal van 8568 calorieën. Als jij zo ver kan komen, dan... Geef je 100 euro maar alvast. Jongen, ik zweer het je, als ik het iets beter ingedeeld had, zeker die M&M's, dan ben ik uit de fout ingegaan. Dan had ik het misschien wel. We hebben je ook niet gewaarschuwd voor die M&M's. Nee, maar hoe is dit? Mensen, ik heb het niet gehaald. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie weer in de volgende video. De groeten. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.